ze draad recht richten, stap en draf, stelling en buiging goed gaat, kunnen we aan de zijgangen gaan werken. De zijgangen zorgen ervoor dat je paard lekker soepel wordt. We gingen hier even met schouder voor. We willen dat zijn schouder iets naar binnen gaat, zijn kont wat naar buiten. Met onze rechterhand drukken we zachtjes tegen zijn linkerbeel aan. Zijn kont gaat wat naar buiten. We gaan het even vanaf de andere kant laten zien. Met onze linkerhand vragen we een beetje stelling. Vragen we of die wat naar binnen wil komen. En met onze rechterhand duwen we zachtjes zijn kont wat naar buiten. Daarna gaan we weer even recht lichten en weer aan de ontspanning werken. Doen we het hier nog een keer. Deze pony is pas 2 maanden bezig met lange teugelen. Hij doet het dus nog niet perfect. Maar dit is puur even om te laten zien hoe je mee begint. Nou, hier gaan we gelijk weer even naar voren. Zorg ervoor dat je elke keer je rust weer pakt. Laten we het nog een keertje zien. Een paar pasjes. Hoeft nog niet een hele lange zijde. Nog een paar pasjes wat zijgangen. Daarna gaan we weer recht richten. Even weer de basis. Even weer de ontspanning. Hier weer even lekker ontspannen. Ziet, zakt hij gelijk weer even met zijn hoofdje. Nou, zodra het goed gaat aan de zijkant, bij de hoefslag kan je het ook in het midden proberen. Nou, hier gaat hij even iets tussengaan. Los dit op om weer even terug naar de basis te gaan. Even gewoon weer lekker voorwaarts, neerwaarts en recht richten. Nou, hier doen we het nog een keer. Een paar pasjes opzij. En daarna weer recht richten en naar voren. Hier zien we het ook weer. Een paar pasjes opzij. Hij gaat naar iets te schuin. Geeft niks. Hij begint er net mee. Liever iets te schuin dan dat hij tegen je hand in gaat duwen. Daarna weer even terug naar de basis. Lekker naar voren. Zodra dat goed gaat, proberen we nog een paar pasjes opzij. Nou gaat het al iets beter. Gaat hij al minder schuin. Je kan ook een oefening gaan doen. Een beetje wijken dadelijk. Eerst nog een paar pasjes hier opzij. Gaan we strakjes afwenden. En dan gaan we proberen of hij een paar pasjes wil wijken. Net zoals onder het zadel vragen we lichte stelling. Nu dadelijk even naar links. Leggen we onze rechterhand op zijn linkerbeel. En we duwen stapgewijs tegen zijn kont aan. Net alsof het je been is met je zadel die je normaal tegen zijn buik aanlegt. Dan doen we een paar pasjes. Hij vindt het nog erg moeilijk zoals jullie zien. Hij gaat een beetje inhouden. Stappen we even weer een paar pasjes gewoon rechtdoor, rechtgericht naar voren. En dan proberen we nog een paar pasjes opzij. Ja, ik zal het even vanaf de achterkant filmen. Hier kan je goed zien wat we met onze hand doen. Duwen zachtjes tegen zijn kont aan, die een paar pasjes opzij gaat. Als je ziet, stapt hij al een beetje over met zijn beentjes. Pas er goed op dat hij niet in de slof gaat staan. Zoals je op het filmpje kan zien, hebben wij hem iets te lang hier. Daarna geef je hem even lekker lange teugel, dat hij weer even zijn rust kan pakken en lekker kan ontspannen. Even zijn halsje lekker strekken.